zijn eerste twee basiswedstrijden. Hartman, ik had niet gerekend bij Timber. Danilo. Hartman. Verder. Terwijl Szymanski wel eventjes werd gevloerd. Maar het vervolgens heel slordig. Idrissi. Hartman, uitstekende sliding. Timber. Beslissende moment. In dit geval van Vaassen. Rutonda. En Hartman neemt geen risico. Dat is maar goed ook. Want Lelieveld zat in zijn rug. Daar hoeft de fase niets mee. Szymanski. Concurrent voor Rasmussen, maar die kan zich vandaag nog maar weinig onderscheiden. Hartman. Ah, je kan wel sneller zijn. Verdedigende actie hier. Idrissi, Hartman. Gewoon één goede aanval, één kans creëren. Hartman. Nou, de brani van een debutant kun je misschien in deze situatie dan ook wel goed gebruiken. Tracteert de wijk in Waalwijk op een gratis bal. Vroeg weer terug, het is dus ook absolute slotseconden 11 tegen 11. Hartman, Szymanski. Hartman, Danilo. Idee is goed. Hartman mag door. Zat misschien wat arm bij, maar de arm was wel langs het lichaam. Tegen Heerenveen was het ook een wedstrijd waarin de kansenregen in fases ontstond voor Feyenoord. In de slotfase. Ingmar Oostrom in Zeist aan het werk gezet. Kalinci Hartman. Hartman. Die blik van Jozef zo. Van Walle.
Hoogemark daarentegen willen we wel graag nog een keer zien. Maar dat hoeft op het VAR-scherm niet. Verstaat. Je ziet dan ook dat dit de beste oplossing is. Aanwijzingen voor Hartman. Loop maar door, jongen. RKC moet, en dat hebben we de hele wedstrijd nog. Lelieveld, vroeg, heeft de tijd en ruimte voor een lage voorzet. Die komt er niet. Dit zijn ook geen gekke beelden. Een debutant die na 75 minuten het moeilijk krijgt. Fysiek gezien. Het was een mooi debuut voor hem. Hij kon misschien niet alles laten zien.